Het CDA in Dronten wil het geluid meten dat nu te horen is zonder nieuwe windmolens. Voor deze nulmeting houdt de partij vanavond een pleidooi in de gemeenteraad. Raadslid Willemien Wever, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, oude windmolens gaan weg. Nieuwe komen daarvoor terug. Dat zijn er minder, maar ze zijn wel groter. En nu komt u met een plan om het geluid te gaan meten. Waarom wilt u die nulmeting? Die nulmeting, daar hebben we het eigenlijk in februari over gehad. En toen heeft wethouder Roelof Siepel in Dronten gezegd: ik ga dat onderzoeken, wat je kan doen met de nulmeting, wat je daaruit kan halen. Dus hij zegt, ik ga het onderzoeken. En inmiddels is dat onderzoek toegezegd. 19 mei komt er een webinar over wat je allemaal kan meten en wat voor verwachtingen je mag hebben, wat je daar uit kan halen. En tot nu toe hebben wij alleen een toezegging gehad als raad van de wethouder dat hij het gaat onderzoeken. Maar hij zegt nog niet van, ik vind het een goed idee of ik ga het zeker doen. Ja. En het wordt nu heel concreet. We merken dat in Zwifterband, hè, de oude molens zijn weg. Ja. En je merkt dat er toch wel zorgen zijn bij inwoners. Dus we dachten, het is nu het goede moment om als raad te zeggen, wij vinden dat een goed idee. Dus ja. Doe het sowieso, wethouder. Dus dat is de reden dat we hem nu indienen. Ja. En niet wachten tot mei. Nee, dat duurt u te lang. Nou, ik denk dat het een goed signaal is naar onze inwoners en ook naar het college. We hebben ons als raad er nog niet over uitgesproken. We hebben er al wel in februari over gehad. De wethouder heeft wel een toezegging gedaan. Ik ga het onderzoeken. Ja. Maar ja, dan zeg je nog niet of je het wel of niet gaat doen. Nee, zo'n nulmeting, waar gaat u dat doen? Nou, dat is natuurlijk ook onderwerp van het onderzoek. Van waar kun je dan het beste meten? U noemt het zelf al Zwifterband. Ja, precies. Dat was ook de reden waarom we hem in maart op de agenda hebben gezet. Natuurlijk bij Zwifterband Zuid. Ja. Omdat als daar een nieuwe woonwijk komt, je ook zeker wil weten dat het passend is. Ja. Gezien de windmolens die daar komen. Nou, maar goed, het speelt ook bij Biddinghuizen en Ketelhaven. Klopt. We hebben ook meteen een reactie gekregen van Ketelhaven. Toen zei, en dan merk je dus hoe het leeft onder de inwoners op dit moment. Dat ze zeiden van ja, jullie CDA, jullie dienen een motie en alleen voor Zwifterband. Maar Windplan Groen komt ook nog. En we zouden het heel graag ook in Ketelhaven willen. En in Biddinghuizen. Ja, dus daar pleiten jullie wel voor. Dus op meerdere plekken. Ja. Dus hebben we hem nu ook breder gemaakt en opnieuw ingediend. Even los van Zwifterband Zuid. Want dat is natuurlijk nu ook allemaal. Dat staat niet meer niet meer op de agenda. Dus vandaar. Juist. En dan heeft u straks die nulmeting. Stel dat het gaat door. En dan over een paar jaar staan overal in de gemeente Dronten en ook deels in Lelystad die grotere nieuwe molens met meer vermogen. En dan? En dan? Ja. What if? Ja, precies. Het grappige is dat je ook onder de initiatiefnemers natuurlijk wel, die vragen zich ook af. Hè? We hebben op papier een bepaalde richtafstand afgesproken. En dat zou goed moeten zijn. Wat is maar dat, een richtafstand? Dat is een gewone richtafstand van als je binnen die contouren blijft, dan moet dat goed gaan. Oh ja. Maar je ziet ook in voorbeelden in andere gebieden. Er zijn natuurlijk op meer plekken in Nederland nu windturbines van die hoogte geplaatst. En uit die nulmetingen blijkt dan van, hé, er kan best een rare brom zitten, zoals je dat soms ook met een andere motor kan hebben. Mm-hmm. En ook de initiatiefnemers zijn denk ik wel benieuwd van, en ook de gemeente wil graag weten van, ja, voldoet het aan de verwachtingen? Want dan kan je ook nog heel snel bijsturen als het nodig is. Ja. Even naar de avond van vanavond, mevrouw Wever. Heeft u voldoende steun van andere partijen om uw plan erdoor te krijgen? We hebben steun van D66 en de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Een aantal partijen hebben, denk ik, houden nog eventjes hun mening voor zich. Ik kan me ook voorstellen dat een aantal partijen zeggen, we willen eerst het onderzoek afwachten. Oké. En over hoe lange periode zou je zo'n nulmeting moeten doen dan? Ja, dat is ook iets wat uit het onderzoek natuurlijk moet blijken. Dus we hebben eigenlijk de motie heel algemeen geformuleerd. Dat we hebben gezegd, we willen
we vinden het een heel goed idee als er nulmetingen plaatsvinden. Hoe en wanneer precies, dat vinden we een zaak van het college. En ik snap dus ook heel goed dat de wethouder zegt van ik wil dat eerst even goed uitgezocht hebben. Ja, maar goed, u probeert het vanavond in ieder geval wel. En vanavond later zullen we weten waar het schip strandt. Raadslid Willemie Wever van het CDA in Dronten, dank voor uw commentaar.